al dat geld wat met fiat en met dubbelzijdig boekhouden is gecreëerd, kunnen wij met gouden muntjes gaan terugbetalen. Dat is bankieren voor je, one-on-one. En wij betalen in Nederland 100 miljard euro rente per jaar aan de bank. Ze hebben een heel duidelijk plan. Kijk, wij gaan nu toe naar het instorten van de schuldenbubbel in de komende jaren. Ja. De Chinese CBDC One, ja, die zal goudgedekt en inwisselbaar zijn. Er zijn allerlei alternatieve munten, dat is voor de Belastingdienst routine. Dus je hoeft nergens bang voor te zijn in die zin. Tussen 500 en 1500 hebben we 1000 jaar rentevrije christelijke economie gehad. Chinees, Japans, ja. Europees, ja. Amerikaans. Alle grote banken bezitten elkaar, dus het is een wereldwijd kartel. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer en in Groningen gaan we het aan tafel hebben over een heel leuk initiatief wat al maanden in de lucht hing. U kent het misschien wel, de Florijn. En daar hebben we de initiatiefnemers voor allemaal voor aan tafel, want er is vandaag heugelijk nieuws. En dat gaat u zo meteen zien. Anthony Michels, Barry Annes en Ad Broeren. Van harte welkom. Allemaal nieuw in de Blauwe Tiger Studio. Nog nooit aan tafel gehad, maar we kennen elkaar al wel. Van links en rechts een keer een leuke ontmoeting met een leuk evenement in ergens midden van Ede. Ede. Was dat 20 ja. maart ja. vorig jaar. Oké, okay, ja. Ja, dat is toch al bijna een jaar geleden. Ja. Maar jullie hebben hem nu voor het eerst echt bij je, de Florijn. Hij is er. Het is niet meer alleen maar online. Dat is prachtig, dus we gaan hem vandaag presenteren. Hartstikke mooi. Dankjewel voor jullie komst naar Groningen. Leuk dat jullie er zijn, ik heb er zin in. We gaan eerst even naar de boekenbreek, want er is meer aan de hand met geld. En dat laat deze dikke boeken laten dat wel zien. Corrie Lin, wordt geen QR-code over dit digital idea. En de opmars van de digitale identificatie die natuurlijk naadloos samenhangt met de CBDC's die eraan gaan komen. En daarover hebben wij de Eurobijbel van Arno Wellens uitgegeven, ook vlak voor de kerst. Daverend succes. Arno is hier ook laatst weer in de studio geweest. Die opname komt heel binnenkort online. Dus die kunt u ook tegemoet zien. Dat ontzettend leuk gesprek aan de bar. En we hebben er twee epochs over gemaakt. Eén over de CBDC zelf. Het plan daarachter, dat is in de laatste epoch verschenen. Dus dan hebben we het over het plan wat door BlackRock, de Fed, de BIS, Vanguard en de sleutelfiguren daarachter ontwikkeld is al best wel lang geleden, een jaartje of 10. Die twee epochs plus deze twee boeken kunt u nu in een bundel aanschaffen tegen een waanzinnige leuke prijs waar geen CBDC tegenop kan, €75. En dan gaan we nu over naar het echte geld. Dat is veel belangrijker. Mannen, leuk dat jullie in Groningen zijn aanbeland. Eigenlijk wonen jullie veel dichterbij dan ik dacht. Voor mijn beleving in Aduard woont iedereen in Amsterdam of veel verder. Maar dat valt allemaal heel erg mee. Drenthe. Tot voor kort was dat waar. Maar dat is een grote verbetering geworden dan. Als. Leuk dat je hier zit. Drenthe, Overijssel. Wel Arnhem, Amsterdam. Kom ik van Amsterdam, kijk. Ja. Nou, één Amsterdammer. Dus dan heeft u toch nog een Amsterdammer aan tafel. Nee, maar hartstikke goed om hier te zijn, Tom. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, jullie zijn met z'n drieën hier heel hard mee aan het werken. Hoe is die hele Florijn, we gaan ze zo natuurlijk even laten zien, maar hoe is die hele Florijn begonnen eigenlijk? Wat voor idee zat erachter? Hoe is het gestart? Ik ben zelf al ruim 15 jaar bezig als monetaire hervormer. Dus ik ken elkaar hoe ook zie al. Ik dat, wat is dat, monetaire hervormer? Hoe zie ik dat voor me? Nou ja, kijk, als je dus laten we zeggen echt de realiteit induikt, dan op enig moment moet je op gaan vallen dat het geld centraal staat in alles. En bankieren en rentedragend geld, dat zijn de grote thema's. En daar is ook het hele machtsconstruct rond opgebouwd. En ik werd ooit wakker met een film van The Money Masters van Bill Still, een hele beroemde film natuurlijk. En daarom werd mij toen duidelijk van, ik was toen een hele hippe NRC-lezer, weet je wel, die het allemaal natuurlijk fantastisch door had. En het hele idee dat internationale bankiers regeren, dat vond ik echt een hele smakelijke conspiracy theory. En toen werd me in één klap duidelijk van, maar het is wel zo. En toen ik me dat realiseerde, toen begon me dus de vraag te dagen van, oké, als bankiers regeren, dan doen ze dat door geld. En dan moet ik dus leren hoe geld echt werkt, wat geld echt is en hoe ze regeren door geld.
En ja, dat heeft dus inderdaad alles te maken met rente, met het creëren van inflaties en deflaties en al die zaken meer. En daar heb ik heel uitgebreid over geschreven in de loop van de jaren. Ik heb een heel veel gelezen weblog, tenminste dat werd in die jaren werd dat veel gelezen. En, maar vooral ben ik me toen gaan richten op het ontwikkelen van hoogwaardige alternatieve munten, complementaire munten. En dat is met verschillende iteraties gegaan. Dus je hebt er zijn meer munten voor aan de florijn vooraf gegaan? Ja, ik heb eerst 2 versies van de Gelre gehad. Aha. En dat draaide in Gelderland. Okay. En dat was dus echt regionaal geld, zo presenteerde ik dat ook. En dat had alles te maken met Duitse invloed, want na de opkomst van de euro zijn er in Duitsland tientallen regionale eenheden ontstaan. Vanuit een soort van onvrede met die euro en een verlangen naar beter geld. En dat speelde toen, dan praat je nu over 2007, 2008. En toen kwam ook de kredietcrisis. Dus toen was er heel veel interesse voor monetaire hervorming. Ik trok toen ook vaak op met Ad, die sprak toen overal in het land. Ja, en we kwamen elkaar veel tegen daarbij. Ja. Maar toen na 2012, 13, 14 zakte dat weer weg. Die interesse tegen voor de kredietcrisis geheel ten onrechte, want al die tijd stond de rente op 0%. Dus iedereen had aan zijn klompen kunnen aanvoelen dat er niks opgelost was. Hè? Want als de rente op 0 staat bij de centrale bank, dan betekent dat maar één ding. Dat zijn we toch gewend inmiddels, dat er nooit iets opgelost wordt? Ja. Elk probleem wordt toch alleen maar opgelost met een nog groter probleem, waar we dan weer achteraan hollen? Kicking the can down the road heet dat in het Amerikaans. Okay. En als er dus 0% rente is 14 jaar lang, dan betekent dat je op de life support bij de centrale banken zit en dat je economie eigenlijk gewoon overleden is. En, maar goed, ik zat toen eigenlijk een aantal jaren te wachten op het terugkeer van de kredietcrisis. En in die jaren in 2016 hebben Barry en ik de florijn opgericht. Hè? Ad was daar ook bij. Ad is niet direct betrokken bij de florijn, maar we hebben wel heel erg. We houden nauw contact en hij is heel simpel. Hij steunt het van harte. Dat wil zeggen van ik ben bij alle stappen die zijn gezet, ben ik betrokken geweest. Maar dan meer als, we hebben overleg gehad, we hebben erover gesproken, we hebben erover nagedacht. Maar degene die handelt, dat is Anthony. En niet te vergeten Barry ook. En Ad is een beetje de Nestor. Ik zie hem altijd als de Nestor van de Nederlandse monetaire hervormingsbeweging. Ja. Dus dat vind ik heel erg fijn. Die diverse boeken uitgegeven, geschreven en uitgegeven. Ja. Jij bent heel belangrijk geweest voor het alternatieve denken over het geld. Ja, ja, als zodanig heb ik dus ook support gegeven aan dit initiatief. Ja, ja, mooi. Ja. Dus in 2016 hebben we de florijn gestart, zeg maar. Maar dat was wel ook heel nadrukkelijk met de insteek van de crisis komt terug. De kredietcrisis komt terug. De enige vraag is wanneer. Dat wisten we niet. We wisten wel dat die terug ging komen. En dat was in september 2019. Dat is iedereen ontgaan. Maar er was toen een hele gigantische financiële crisis in september 2019. De repo-crisis heet die. En alle grote banken waren weer failliet. En kregen ook een mega bail-out in het weekend dat wij opgesloten werden. Ah, kijk. Dus in de week van 18 maart 2020. De eerste lockdown. Zo. En exact op hetzelfde moment was de financiële crisis in Amerika totaal uit de hand gelopen. Werd niet overgeschreven door de media, maar was totaal uit de hand gelopen. Alleen de specialistische media schreven erover. En toen moest er een mega bail-out komen voor de bank. Hebben ze de bank $4.000 miljard gegeven, terwijl wij opgesloten werden. En dat werd dus in hoge mate gedaan om sociale onrust daartegen te voorkomen. Dat de lockdown en die financiële crisis hangen heel nauw samen. Dus er werd bijgedrukt? Enorm. Er is een enorme smak geld toen in de markt gebracht. Ja, dus daar ligt eigenlijk al het begin van die inflatie waar we nu in zitten. Dat heeft inderdaad geleid tot die inflatie, hè? Tot de enorme verruiming van geld. En zijn ze zogenaamd te ver gegaan. Niks gebeurt per ongeluk, hè? In bankieren. Er zijn geen ongelukken, er zijn geen fouten. Dus, maar toen hebben ze, maar banken creëren booms en busts. De centrale banken, dat is een van hun kernactiviteiten samen met Woeker. Maar toen wist ik dus van, nu wordt het echt tijd voor de florijn. Nu gaat de tijd van de florijn ook komen. Want in ons bestuur wisten we altijd van als de crisis komt, dan komt de florijn aan de beurt. Want je ziet altijd dat als er geldschaarste in de economie gaat ontstaan. En toen was het nog een inflatie, hebben ze geld bijgedrukt. Maar nu door de rentestanden komen we binnenkort in een zware deflatie terecht.
En dan komt er dus een enorm geldtekort aan de basis van de economie. En in die omstandigheden zie je altijd dat dit soort munten op geld gaan doen. En, maar is het niet, hebben we niet al heel veel? We hebben zilveren munten, we hebben van die gouden dingetjes. Kun je daar niet iets mee verzinnen? Waarom een nieuwe munt? Kijk, in de alternatieve media, de libertariër, die wordt heel erg door libertarisme gedomineerd. Ja. En dat is een pure bankiersoperatie, libertarisme. Ik heb daar heel diep onderzoek naar gedaan. Ik heb daar tientallen artikelen ook over gepubliceerd. En er zijn tientallen miljarden gestoken in het opbouwen van libertarisme. En een van de grote doodzondes van libertarisme is dat ze de goud als oplossing voor het fiat-systeem verkopen. Dus heel veel mensen zitten met de gedachte dat we terug moeten naar een goudstandaard en dat dat onze monetaire problemen gaat oplossen. Maar de werkelijkheid is dat gedurende de hele moderniteit alle goudstandaarden in het verleden zijn gerund door centrale banken. En in 1971 hebben ze de goudstandaard losgelaten en sindsdien hebben we dat fiat-systeem en hebben een enorme schuldenbubbel gehad. En die schuld die groeit al 50 jaar met 8% per jaar ongeveer. En die is nu $350 miljard. En daarmee gepaard gaan een explosie van digitaal geld. Digitaal geld en ook rentebetalingen, hè? Want hoe meer schuld, hoe meer rente. Ja. Dus allerlei verschrikkelijke problemen. Maar dat is dus een inflatie. Ja. Een langdurige inflatie. Ja. Die enorme schuld is een inflatie. En daar gebruiken ze fiat geld voor. En waar ze goud voor gebruiken is om te deflateren. Aha. Dus ze zijn ook nu bezig, want dit is dus het allerergste. We zien volop dat de nieuwe goudstandaard eraan komt. Ja. De ECB is klaar om goud gedekt te worden. De BRICS-landen willen goud gaan doen. Oh, de ECB dus ook. Heeft de ECB eigen goud in huis? De ECB heeft voldoende goud om een goudstandaard te draaien. En is al vanaf het begin is de euro ontwikkeld om op enig moment goud gedekt te gaan worden. Zo. En dat betekent geldschaarste. En dat betekent dus geldschaarste. Ja, want de hoeveelheid goud staat garant voor de hoeveelheid euro's. En daardoor kan er geen flexibele geldhoeveelheid zijn, waardoor als de economie groeit dat er geen... En bovendien moeten we dus, en dit is de uiterste implicatie daarvan, dat al dat geld wat met fiat en met dubbelzijdig boekhouden is gecreëerd, kunnen wij met gouden muntjes gaan terugbetalen. Dat is bankieren voor je, one-on-one. Dus dat is wat de libertarische alternatieve media ons heeft verkocht en door blijft verkopen. Ja. En dat is dus heel ernstig. We staan dus ook aan de vooravond van hele, hele ernstige economische problemen, zoals we die nog nooit hebben meegemaakt. Maar wat geld echt hoort te zijn, en dit is nu waar het dus echt om draait, want goud is dus ook gewoon een speculatiemiddel, gaat met rente gepaard, is te weinig beschikbaar, heeft geen flexibele geldhoeveelheid, waardoor niet de economische activiteit kan volgen, maar gewoon vaststaat, wat heel nefast is. Wat geld echt moet zijn, is een ultra goedkoop, ultra effectief gereedschap om te ruilen. Geld is een betaalmiddel. Ja. En geen investerings... Dat hele verhaal van sparen en investeren, dat zijn allemaal verwoordingen. Dat is bankierseconomie. Ja. Geld is een ruilmiddel. En er is een heel circus omheen opgebouwd om te parasiteren op dat geld. Hè, met rente, met speculatie, met het krap houden, met het teveel maken. Inflaties en deflaties dus. En wat wij nodig hebben is een neutraal ruilmiddel, wat tegen kostprijs wordt aangeboden. Want het kost natuurlijk wel iets, maar dat heeft niks te maken met rente. En wat stabiel is en wat ook voldoende beschikbaar is. Dus niet te veel, maar ook niet te weinig. En met fiat heb je te veel, want dan wordt er gewoon eindeloos schuld aan gemaakt. En omdat er die schuld met rente gepaard gaat, schuld plus rente is nooit afbetaalbaar, om allerlei redenen. Maar geld moet rentevrij zijn, krediet moet ook rentevrij zijn. En, dan is degene die dat geld heeft en uitzet, die kan dan toch niet... Ja, waarom zou je dan nog geld lenen als je toch niks krijgt? Ja, dat is dus dat is de economische theorie ook, hè, die zegt dat. En dat noemen ze de tijdwaarde van geld die daarachter zit. En, maar je moet je heel goed realiseren dat dat de gedachtegang van de crediteur is. Dus dan gaan we empathie hebben met de crediteur. Van, hoe moet hij nou zijn geld uitlenen, weet je wel, als hij er geen rente voor krijgt. Maar 90% van de mensen zijn debiteur. En wij betalen in Nederland 100 miljard euro rente per jaar aan de bank. En de onderste 90% betalen dat aan de rijkste 10%. Je krijgt al amper leningen, hè, bij banken. Niet voor je huis wordt het al bijna onmogelijk gemaakt. Ja. Zeker als starter. Als je wil gaan ondernemen en je wil een bankkrediet, kan het eigenlijk al bijna niet meer.
Boeren krijgen het niet meer. Dus dat lenen, dat begint ook al tegen het einde aan te lopen. Ja, dus dat is met die schulden, met die booms en die busts. Hè? Dus tijdens de booms lenen ze heel gemakkelijk uit. En dan als de bust komt, dan gaan ze dus ophouden met lenen. Ja. Ad, wat wordt daar, is daar een oplossing voor? Nou ja, waar ik vooral de laatste tijd steeds meer naartoe neig, is van dat we compleet afstand moeten nemen van het geldsysteem. En dat we toe moeten naar een totaal omdenken van eerst geld, dan waardecreatie, naar eerst waardecreatie en dan geld. Als we dat doen, dan betekent dat ook dat we op een hele andere manier gaan denken over geld en waarde. Als jij zegt van ja, je leent geen geld meer uit, want je krijgt er niks voor, dan is dat een uiting van hoe er naar geld wordt gekeken. He, want je dat geld alleen, iets op zichzelf is geworden. Geld is iets, is een product. Ja. En je moet er mee kunnen verdienen. En als je er niet mee kunt verdienen, dan ben je niet bereid om het af te staan. Ja, dus eigenlijk dit systeem wat jullie dan bedacht hebben, waar we het zo meteen over gaan hebben, dat is eigenlijk het stimuleren van geld als betaalmiddel. Direct ruilen tegen dingen, in plaats van het als investering en de koers. Ja. Dat is helemaal die dingen. Die dingen zijn de waarde. Ja. Het geld vertegenwoordigt die waarde slechts. Ja. Het helpt die waarde uit te wisselen. Dat is het. Ik zeg vaak dat geld een uitgestelde ruilhandeling is. Je kunt je ruilhandeling uitstellen. En dat is precies wat het is. En dat is ook wat dat rentevrije krediet is. Ja. Dat rentevrij, dat gaat niet alleen maar om geld uitlenen zonder rente terug te krijgen. Dat gaat ook over geld uit het niets scheppen zonder er rente over te vragen voor het terugnemen. Ja. Ja. Want stel, ik doe iets voor jou voor 100 euro en dat doen we even zonder geld. Dat kunnen we gewoon in een schriftje bijhouden. Ja. Jij staat min 100, ik plus 100. Jij doet iets terug voor 100 en we staan allebei weer op nul. Mm-hmm. Maar een bank zegt van die min 100, doe mij maar 5% daarvan. Ja. En daar komt die krankzinnige woekergroei komt daar vandaan. Ja, ja, ja. En wat jij zegt over waarde en geld. Kijk, wat is een tientje waard? Op het moment dat een tientje 100 keer rondgaat, is het 1000 euro waard. Aan waarde die we hebben uitgewisseld met elkaar. Maar zodra iemand dat tientje op de bank zet, stopt het met iets waard zijn voor de economie. Kijk, laten we dat even naspelen, want dat kunnen we heel mooi inzichtelijk maken. Ja. Ik heb hier één tientje, één 10 florijn. Ah, hij is heel mooi. Hij is echt heel mooi. Dat gaan ze dadelijk even laten zien. Ja, ja. En die ga ik spenderen bij Barry, daar koop ik iets voor. 10 euro, 10 florijn omzet. Ja. Nou, ik koop iets van Ad, hè? Hoi Ad. Ja. Wat koop je van me? Wijsheid. Gewoon een gesprekje van een uur waarin je een en ander uit zoeken. Er zijn toch gewoon... 20 florijn. Direct in de slipstream van dat geld vindt in omgekeerde richting natuurlijk de goederenstroom plaats. Ja, ja. Daar vindt ook geen meerwaardecreatie. Ook hier is geen meerwaarde. Dus het blijft ook gewoon, die 10 euro die rondgaat, die wordt geen 1000 euro. En ik koop een boek van je. Ja, precies. Ja. Nou, dan, 30 florijn? Ja, maar nu is het wel al 30 florijn aan waarde. Is gecreëerd voor elkaar. Die goederentrein loopt in omgekeerde richting terug. Zeker, want dat is een ruilmiddel. Hè? Ja, dus we hebben nu 30 florijn omzet gecreëerd met één tientje in het netwerk. Ja, nou, dan komt hij weer terug. En nu komt hij terug bij mij. Ja. We hebben al 40 florijn omzet. En nu ga ik hem sparen. Ja, dat was het dan. Einde verhaal. Dit is wel wat er in een notendop met een euro gebeurt. Hè? Als ik naar IKEA ga en ik koop een bankstel voor 2000 euro... Ja. Daarvan gaat 2/3 de lokale economie uit. Maar zijn jullie dan tegen sparen? Voor gewone mensen moet er toch een zakcentje achterhand. Geld is dus een ruilmiddel. Ja. Binnen dit systeem past sparen. Want binnen dit systeem moet je zorgen voor de toekomst. Want als jij het niet doet, niemand anders doet het. Als je uitgaat van de community-gedachte, dat de community voor elkaar zorgt. Dat als je op een gegeven moment niet meer in staat bent om je waarde bij te dragen aan die community, dan moet je er op een gegeven moment door die community onderhouden worden. Dat is een heel ander uitgangspunt dan dat iedereen voor zichzelf moet zorgen, vaak met uitsluiting van de rest. Maar dat hele verhaal van sparen,
Dat is bankierseconomie. En bankiersgeld is gemaakt om te sparen. Daarom krijg je rente op je euro, want dan ga je er namelijk mee sparen. Met dit geld krijg je geen rente, dus ga je er ook niet mee sparen. Maar hoe kijk, vroeger begon dat hele gedoe natuurlijk. Je had, op een gegeven moment kreeg je renteniers. Die hadden hun leven lang heel hard gewerkt, heel veel gespaard. En die gingen dat dan ofwel daarvan leven, ofwel investeren. En dat andere mensen terug gingen werken en rente betalen, zodat zij al nietsdoende konden leven. Ja, dat is. En dat vind jij niks? Je moet echt tot je 80ste werken? Nee. Kijk, je mag je spaargeld opmaken. Ja, oké. Kijk, als jij dus laten we zeggen een miljoen hebt gespaard, dat is hartstikke prima als je die daarna weer opmaakt. Ja, ja. Maar dat je het idee dat je dan recht hebt op 5% rendement en dat je dus per jaar 50.000 inkomen hebt, waar je helemaal geen enkele waarde voor creëert, hè? Ja. Want dat is dus het verschil tussen geld met geld verdienen en onverdiend inkomen. Als ik een brood koop bij jou voor 5 florijn, dan is er een ruil. En dan geef jij een brood op en ik geef jou 5 florijn. En die heb ik ook verdiend met iets te creëren. Ja. Maar als je onverdiend inkomen hebt, dan ziet dat er dus zo uit. Bijvoorbeeld, ik huur een huis, dat doe ik ook. En daar betaal ik 10.000 euro huur voor per jaar. En dat doe ik al 10 jaar. En ik heb een hele aardige huisbaas. Hè. Dus dat gaat niet om hem, het gaat echt puur even om het mechanisme hier. Maar dat doe ik al 10 jaar. Dus ik heb hem al een tonnetje betaald de laatste 10 jaar. En alle bakstenen zijn nog van hem. Ja. Dus hij heeft inkomen, terwijl hij dus geen vermogen afstaat. Hij moet het ook onderhouden. Dus dat zijn een beetje kostjes dan. Ja. Hè? Maar geloof mij dan maar, hij heeft echt geen ton onderhoud gepleegd hoor, de laatste 10 jaar. Maar hij heeft het geld ook weer ergens vandaan moeten halen. Dat kan zo zijn, maar ik krijg geen, in de transactie met hem, krijg ik geen... Ja, je krijgt tijd en onderdak, je krijgt immateriële goederen. Aan het eind van de rit heeft hij het geld en het huis. Dat is de bottomline. Ik wil er nog iets aan toevoegen. Ja. Van, dit systeem werkt iedereen voor zijn geld. Ja. Vaak maak je daarbij keuzes die eigenlijk niet positief zijn, omdat je om geld te verdienen voor een baan kiest die het beste betaalt. En niet waar je het meeste plezier in vindt om dat te doen. Draai het om, ga je uit van waardecreatie en iedereen kan daaraan meedoen, dan kan iedereen dus zijn talenten op een gegeven moment inbrengen in die community. En dan ga je op een hele andere manier werken en dan zeg je, moet je werken tot je 80ste? Wil je graag werken tot je 80ste? Dan. Ja, maar dat is leuk om nog even, die community, om even bij Barry, de florijn, dat is dan geïntroduceerd, om het even over die florijn zelf te hebben. Ik vind dat een heel goed bruggetje, want je denkt, mensen kijken en denken, florijn, wat is dat, wat kun je ermee? Nou ja, het ziet er mooi uit, maar er zijn echt al heel veel ondernemers, winkels, waar je met de florijn kan betalen. Ik denk 600, hè, nu? En het groeit met echt hard ook. Ja, het groeit nu hard. Ja. Laatste 2 jaar. Tot 2 jaar geleden was het heel moeilijk om ondernemers te overtuigen dat ze hier aan mee moesten doen. En nu wel. Ja, sinds de lockdowns is het veel makkelijker. De MKB is gewoon ligt gewoon onder vuur. Ja. Al veel langer, maar het is met die lockdowns heel pijnlijk. Wat is het voordeel voor een ondernemer om hier aan mee te doen? Nou, als jij, dit is een florijn, hè, is vergelijkbaar met een Irish check of een boekenbon of iets dergelijks. Dus als jij een Irish check of zo voor goed. Ik zal er even één pakken, want toen ik hem net voor het eerst eentje oppakte, zag ik direct geen wettig betaalmiddel. Ja. Het staat er dus expliciet op. En toen zeiden jullie van het heeft de status van een boekenbon. Juridisch, hè? Juridisch status. Ja, okay, het is echt een hoogwaardig betaalmiddel. Ja. Maar de juridische status van dit, hè, van dit papiergeld. Want de florijn bestaat ook digitaal. Een boekenbon is natuurlijk ook een betaalmiddel voor één product, een boek. Maar dit is in feite gewoon niet geprogrammeerd in die zin. Dus het is vrij besteedbaar, mits een andere ondernemer dat in ontvangst wil nemen. Ja, maar als jij voor je verjaardag een Irischeck of een boekenbon krijgt, dan ga je zoeken, waar kan ik hem uitgeven? Ja. Dat doe je en dat is een heel beperkte groep mensen, of ondernemers. Ja. Dus die gaan daar extra omzet van krijgen. Als mensen met florijn opgezadeld worden, dan gaan ze die ondernemers die aangesloten zijn, gaan ze extra omzet krijgen. Het is toch niet krijgen. Anders? Die mensen die zouden dan toch ook kunnen zeggen van ik wil bij die ondernemer iets anders kopen, maar met euro betalen. Dat is toch hetzelfde dan? Dus nee, kijk, een van de grote effecten is dus dat de florijn kan alleen maar bij de aangesloten MKB'ers worden uitgegeven. Dus we houden dat geld en die omzet in het netwerk. Ja.
En we sluiten geen multinationals aan. Dus een van onze hoofddoelen is om omzet te verleggen van multinationals naar het MKB. Ja. Dat is een van onze kerndoelen. En niet alleen doen we dat, want dat levert dus inderdaad nieuwe omzet op voor die bedrijven. En dat is al volop gaande. Hè. Kun je zeggen hoeveel florijn er in omloop is? Ja, er zijn nu een kleine 300.000 florijn in circulatie. En we hebben afgelopen jaar, denk ik, een soortgelijke omzet behaald in het netwerk. Ja. Dat moet nog veel meer groeien. Hè? Dus de komende jaren hopen we echt duizenden bedrijven aan te sluiten en gewoon vele miljoenen omzet te draaien. Is het ook digitaal? Kun je, ja, de florijn is dus, je kunt met je smartphone betalen. Je kunt met je... Dus je kan gewoon in je webshop kun je de florijn aanbieden, een betaaloptie? Dat zijn we nu aan het programmeren. Dat komt in de komende tijd ter beschikking. Dat je gewoon kan kiezen van PayPal of Ideal, dat je ook kan kiezen florijn. Maar het kan nu wel. Hè. Er zijn, als je bij de ondernemers zoekt op webshop, dan zie je al een aantal winkels. Een koffiewinkel, boekenwinkel, notenwinkel. Er zijn er al best veel. En als je die een mailtje stuurt van ik wil graag met florijn betalen, deze bestelling, krijg je een mailtje terug, zoveel gaat het kosten. En als het overgemaakt is, sturen ze het op. En dan moet je het overmaken. Ja. Dus dat is nog niet helemaal in de webshop geïntegreerd, maar je kunt dus wel gewoon, je kunt dus online betalen, je kunt met je smartphone betalen en nu dus ook contant. Ja. En straks ook via een webshop. En dan geldt hetzelfde dus voor de papieren florijnen als met de rekeningen. Je hebt een rekening in florijnen en daar kan geen, die kunnen alleen maar onderling betalen. Ja. Niet, ja. Ja, precies. Ja, wat nog even over dat omzetvoordeel. Hè? Kijk, ik zei net al iets over IKEA. Als jij daar een euro uitgeeft, gaat 2/3 daarvan meteen de lokale economie uit. Ja, de kans dat IKEA dat spendeert in de lokale economie is 1/3. Ja, dus misschien personeel, wat dan ook. Als je hem uitgeeft bij een MKB'er, is die kans 2/3 dat hij hem uitgeeft in het netwerk. Dus dan gaat er nog maar 1/3 verloren. Een florijn... Die kan alleen 100% precies. Kijk, die MKB'er die moet natuurlijk zijn btw-aangifte doen. Dus die moet dat compenseren met de euro's die hij binnenkrijgt van andere klanten. Nou, kijk, wat zo mooi is aan dit systeem. Kijk, want er bestaan meer rentevrije kredietsystemen. Ja, je hebt, weet die? De DAM, denk ik. De DAM of de euro. Alle cyclosmuntjes, precies. Ja. Maar dit is, voor zover ik weet, is dit het eerste systeem wat rentevrij krediet combineert met euro inwisselbaarheid. Okay. Dus ondernemers kunnen ze terugwisselen voor euro's als ze met te veel florijnen zitten. Dat creëert dus gewoon nieuwe omzet, hè? Extra omzet. Dus het maakt alle betalingen voor het MKB gemakkelijker. Hè? Dus je inkomen stijgt gewoon. En bovendien krijg je ook nog rentevrij krediet beschikbaar. Dus je werkkapitaal neemt ook toe als ondernemer. Dat doen jullie daarnaast, rentevrij krediet beschikken. Dat is gewoon heel erg wezenlijk in ons systeem. Dat en dat gaat ook in florijnen of in euro's? In florijnen, ja. Dus alles wat je in florijn kan betalen, dat kun je rentevrij financieren. Hmm. Dus de uitdaging voor de komende jaren voor de deelnemers... Noem eens een voorbeeld wat je rentevrij zou moeten kunnen financieren in florijn. We zijn dus heel ver gevorderd. We zijn in de laatste fase van een eerste krediet, want we zijn dat net aan het opstarten. En dat is een boer en die moet een nieuwe stal hebben. En dat gaat alles bij elkaar met een bedrag van iets boven de 20.000. En daarvan gaan wij de helft financieren. Maar hoe kan hij die geleende florijnen van jullie dan besteden om zijn stal te bouwen? Ja, kijk, hij kan het niet bij dat bedrijf uitgeven, maar hij kan het dan weer elders uitgeven, die florijnen, waardoor die euro overhoudt, waardoor hij weer die euro kan gebruiken om dat te financieren. Dus vraagt een beetje omdenken, maar doordat jij dingen kan gaan betalen met florijn, hou je euro over elders in je bedrijf en die kun je dan weer gebruiken om bankschulden af te lossen of om investeringen te doen, et cetera. En voor die man werkte dat echt? Ja. Ja. Oké, grappig. Ja, leuk. Barry, zou je wat over de biljetten kunnen vertellen? Want het ziet er heel spannend uit. Ik heb ook al stiekem heb ik ze even tegen het licht gehouden zo. En dan zie je inderdaad dat er allemaal dat het ook echt geld is. Of in ieder geval op zijn minst de boekenbon. Het is waardepapier. Ja, met een zegel. Ja. Watermerken zitten erin. Er zit van alles in. Vertel eens, hoe maak je überhaupt een biljet? Ja, wij hebben onderling wel gebrainstormd. En daar heeft ook Joris, ook van harde kern van het Florijn-team, heeft daar een rol in gespeeld, nadrukkelijk. Wat het thema zou moeten worden. Het kwamen eigenlijk uit op ambachten, basisbehoeften van mensen. Basis van de economie ook, de ambachten. Ja, gewoon werkende mensen. Productie-economie. Precies. Werkende mensen, dus je hebt hier tuinbouw is een thema, boodschap is een tuinbouw, persoonlijke verzorging is een thema.
Er moest ook kunst, vonden we, moest erin zitten. Kunst is ambacht, hè? Dat hangt hier al. Ja, zeker. Dat is mooi, hè? Maar ook dat is dus natuurlijk de behoefte aan troost, aan van alles. Ja. Leuke koppeling. En toen kwamen de ontwerpers die kwamen dus met een grammofoonplaat. Ik moest daar even aan wennen, hè, ik had meer gedacht. Ja, maar het design is retro, hè? Dus dat retro design en die grammofoonplaat, dat matcht natuurlijk weer super. Ja, en plus, dit is natuurlijk de manier waarop je muziek koopt. Ja, de drager. De drager, ja. Dus dat was een hele mooie vondst. Ja, dus we hadden een thema bedacht. En ik ken in Amsterdam een ontwerpbureau, dat zijn ook vrienden van me. En die heb ik benaderd van, zouden jullie dat leuk vinden? En die zijn ermee aan de slag gegaan. Ja, ze hebben geweldig werk geleverd, vind ik. Ja. Ja. Maar het begint dus bij 1 florijn, al gelijk een biljet, net als de dollar. Dus er komen geen munten. Als je bijvoorbeeld 1875 moet afrekenen, dan geef je 20 florijn. Ja. En dan krijg je 1 florijn terug. En dan ook nog 25 eurocentjes. Oké, ja. Een eurocentjes wordt dan alles onder de euro afgerekend. Maar dan heb je dus 99% of meer procent van de transactie in florijn afgehandeld. Mm-hmm. 1% nog in euro, zeg maar. Hè? Zo moet je dat ongeveer zien. Ja, ik vind het heel leuk. Dus ik word er ook heel enthousiast van. Dus ik denk dat we even kijken. Ja, ik ben natuurlijk nooit zo'n IT-man. Dus ik moet even kijken hoe we dat hier met de webwinkel gaan doen. Maar ik vind het wel heel tof als we hier in Florijn boeken kunnen verkopen. Nou, dat is een fantastische om te horen, man. Dat zou leuk zijn. Ja, dat zou geweldig zijn. En een heel belangrijk aspect is nog niet genoemd door jullie. En dat is, dit is contant geld. Ja, en contant geld, maar daarom ben jij er ook bij. Verdwijnen. Ja. Nou, de CBDC's komen eraan. Hè. We hebben het daar in het begin al even, heb ik dat laten zien met die boeken. Anthony zei net iets over dat euro aan de goudkoers gekoppeld zal gaan worden. Hoe verhoudt zich dat met CBDC's? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik zie CBDC vooral als het instrument op een gegeven moment om die controle op menselijk gedrag te effectueren. Want ik denk dat CBDC leidt tot een universeel basisinkomen. Dat wordt dan uitgekeerd in CBDC en dat gaat dan digitaal, hè, volledig digitaal. En dat is dus geld wat je aan en uit kunt zetten. En het wordt aangezet op het moment dat je je keurig gedraagt volgens de eisen en de regels. En het wordt uitgezet op het moment dat je iets doet wat niet past. Ja. Hè, bijvoorbeeld dat je je CO2-budget overschrijdt of iets dergelijks. Ze proberen dat nu toch ook al met het blokkeren van bankrekeningen. Het gaat allemaal zo makkelijk in Canada, maar ook in Nederland al. Ja. Dat mensen zo makkelijk hun bankrekening kunnen verliezen. Ja. Het is natuurlijk ietsje omslachtiger dan de CBDC's, maar het principe lijkt mij hetzelfde, of niet? Absoluut, ja. Het gaat echt. En inderdaad, er is met die crypto's al zo lang geëxperimenteerd dat men weet heel goed van hoe dat moet worden aangepakt nu. Ik denk dat ze er heel ver mee zijn. Ik denk dat het moment dat het gaat worden, dat het wordt verspreid, dat niet ver meer ligt. En het scenario is ook heel helder. Hè? Een maand of twee geleden vertelde de ECB dat ze problemen hebben met de marketing, want niemand wil die troep hebben natuurlijk. Hè? Dus ze krijgen het in die zin niet verkocht, maar dat is allemaal een klets voor de bühne, want ze hebben een heel duidelijk plan. Kijk, wij gaan nu toe naar het instorten van de schuldenbubbel in de komende jaren. Ja. En dat gaat leiden tot grote bankfaillissementen. En dan gaan die banken, die grootbanken, en dan praat je over de grootste banken ter wereld nu, die gaan failliet en dan verliezen ze de controle over het betalingssysteem. Ja, ja, ja. En op dat moment zal de CBDC staan de centrale bank allemaal klaar met hun CBDC's. Juist, dus we gaan een enorme consolidatie krijgen van het hele bankierskartel van commerciële en centrale banken. Dus dan moet je één hebben, plus dat je moet cash hebben. Sorry. Plus dat er een gigantische faillissementsgolf komt, hè, van bedrijven. Ja, in de bedrijven natuurlijk sowieso ook. Ja. Mensen die in problemen komen, die aangewezen zijn op een uitkering van de overheid. Precies. Overheid kan dat niet meer op een gegeven moment. Dat is natuurlijk ook geen toeval dat de overheid dat niet meer kan. En dan op een gegeven moment dan wordt de oplossing wordt dan doorgevoerd van universeel basisinkomen met CBDC.
Dus het heeft een hele andere route dan dat geld wat jullie, waar jullie het over hebben van goud gedekt. En dat is meer voor de internationale transacties tussen de... Ja, kijk, het goud zal gebruikt worden om het te dekken. Maar daarmee zal dus geldschaarste worden gecreëerd. Dus, en dan komt die deflatie maar, dus. Nee, want dus maar dat, kijk, is, dat is met euro's, dat snap ik. Maar CBDC's, dat is crypto. Daar is in principe geen beperkte hoeveelheid van. Ze kunnen gewoon de knop opendraaien hoeveel ze willen. Ik denk dat het gewoon fiduciair geld is. Hè? Dus dat het de dekking zit in het vertrouwen wat de mensen dan hebben in... En ik denk dat maar in hoeverre heel zie veel dan er ook niet verder over nadenken. In hoeverre zie jij dan toch die inflatie wel of niet komen, waar we het net over hadden? Deflatie. Die inflatie die komt. Ja, die inflatie zitten we nu in. Maar de en deflatie. Dat gaat omslaan in een deflatie. Dat gaat ook komen. En dat is allemaal echt gericht op een gegeven moment die situatie te creëren dat geld schaars wordt. En door die schaarste van het geld wordt het toneel eigenlijk klaargemaakt voor de volgende zet. Ja. Maar in China zie je het heel duidelijk hoor, dat de Chinese CBDC One, die zal goud gedekt en inwisselbaar zijn. Dat staat klaar en dat is al begonnen met circuleren. Uh-huh. Dus, maar kijk, dat is ook weer een tijdelijke situatie. Want kijk, het heeft alleen maar een korte termijn doel om die deflatie te creëren. Maar daarna zal er ook weer een nieuwe fase komen. Ja. Dus, en zij denken zover kan ik het nog niet overzien. Dus, Wanneer dus iedereen enkel en alleen zijn digital ID heeft met die CBDC wallet. Alles in één geschoven, je medische gegevens moeten erin. Ja, dat heeft Arno wel eens allemaal uitgezocht. Dan is er ook geen ander geld meer. Hè? Dus alle concurrerende betaalmiddelen zullen dan ook onmogelijk gemaakt moeten gaan worden. Hoe zie jij dat als? Ik denk dat er gewoon echt een grote diversiteit gaat ontstaan van geld. En dat dus het geld wat gebruikt wordt voor internationale transacties en voor de... grote betalingen, dat heel ander geld is dan het geld wat voor het volk bestemd is. Ja. Voor het volk is dus dat CBDC bestemd. En dat is bestemd omdat er gewoon heel weinig werk is. Om dan toch inkomen te hebben, moet je dus inderdaad heb je geen ander alternatief dan die CBDC. Om die CBDC te kunnen krijgen, moet je je gewoon gedragen volgens de regels en de eisen. Dat gaat dus het is een instrument en het is eigenlijk niet eens zozeer meer geld. Nee. In die zin. Maar, nog even dan terug naar die Florijn. Want dat, zoals het nu is, fungeert het een beetje in de marge van de euro. Hè? En eigenlijk kan dat ook niet... Anders of kan het niet omgedraaid worden? Want je moet alsnog je bedrijfsaangiftes altijd in euro bij de Belastingdienst aanleveren. Dat zal ook niet veranderen, denk ik. Maar sterker nog, je moet je omzetten in florijn. Daar moet je gewoon belasting over betalen. Exact, ook nog eens. Ja. In hoeverre kan die florijn dan echt de euro gaan vervangen? Is dat eigenlijk alleen maar in het onderling uitwisselen van die hoeveelheid? Maar de economie blijft echt drijven op de euro. Dat zie ik ook in dit model niet veranderen. De florijn is heel nadrukkelijk ooit ontworpen om voluit met bankgeld te concurreren. En daarom de florijn is ook een heel complete munt. Hè? Als je al kijkt naar andere complementaire munten waar we allemaal een grote fan van zijn. Die zijn ofwel voor de bedrijven alleen, ofwel ze hebben alleen rentevrij krediet, maar geen euro in wisselbaarheid. Ofwel ze hebben alleen maar elektronische betaling. De florijn heeft alle betalingsmechanismes. We hebben rentevrij krediet, we hebben euro in wisselbaarheid. Dus als betaalmiddel is het ontwikkeld om heel erg te vliegen. En potentieel kan dit geld bankgeld vervangen. Daar is het ook voor ontworpen. Maar wat wel zo is... Ja, maar dan denk je toch aan een systeem waar geen belastingdienst meer is. Jawel. Alleen, kijk, de belastingdienst zit ook niet per se vast aan euro. De belastingdienst heeft, ik heb wel eens met hem besproken, die heeft dat gewoon wel eens gezegd. Voor nu is het nog niet spannend om florijn te accepteren, want het gaat maar om een paar tonnetjes, weet je wel. Dus dat is niet boeiend. Maar stel je voor dat er veel florijn omzet komt... Ja, dan zal de Belastingdienst zeker overwegen om ook stukjes florijn in belasting te accepteren. Nee, want als je het hebt over een boekenbon, dan is dat toch geen... Hè, en er staat ook op, geen wettig betaalmiddel. Dan is
Ik kan me voorstellen dat de wetgever gewoon gaat verhinderen dat de Belastingdienst ook maar één andere munt in de belastingaangifte accepteert dan de CBDC straks. En dat het ja, maar dat wil ik dus inderdaad daaraan toevoegen. Wat ik net zei, dat is eigenlijk, laten we zeggen, dat was 10, 20 jaar geleden, was dat nog relevant. Maar kijk, we leven nu in een hele bijzondere tijd. We zitten in een eindspelscenario. We zitten in een eindspel voor het Westen, want het Westen is al heel lang in verval en is nu echt aan het instorten. Dus de Amerika als hegemon is weg, de petrodollar stort in, de schuldenbubbel stort in. We zijn totaal vergrijsd, we hebben veel te weinig kinderen hier, we zijn weggemigreerd. Dus het Westen is in een dodelijk verval. En bovendien gaan we nu toe naar wereldregering. Ik verwacht voor het einde van dit decennium dat de wereldregering is geïnstalleerd. Na de instorting van het Westen zal er een wereldregering komen. En dat maakt de strategische situatie gewoon heel erg precair en ook voor de Florijn heel spannend. Maar als het, laten we zeggen, puur om het geld gaat en als er dus, laten we zeggen, nog een vrij Nederland zou bestaan en een democratisch Nederland zou bestaan. Dan is het geen punt. Dat is allemaal dus verleden tijd. Hè? Ja. Maar dan had de Florijn in principe een kans gehad om bankgeld uit te concurreren. Wat onze doelstelling nu is, om in de komende jaren in de depressie zoveel mogelijk mensen te ondersteunen om het zo lang mogelijk door te komen. Want we gaan echt hele zware tijden nu tegemoet. Ja. Ik denk dat het ook van belang is dat de Florijn een alternatief biedt voor mensen die geld willen terugbrengen tot de status van ruilmiddel. En dat het als zodanig helemaal geen concurrent is van de euro. Het is gewoon een mogelijkheid voor mensen die op een andere manier om willen gaan met geld en waarde. Ja. Die met de Florijn de mogelijkheid krijgen om een munt te hebben dat als ruilmiddel kan worden. Gewoon echt eerlijk geld, puur om te ruilen, geen gesnabbelde heet. Als we het hebben over dat eerlijk geld, er is natuurlijk nog een punt wat besproken moet worden. Er zijn dus 300.000 florijnen in omloop. Ja. Dat betekent dat jullie ook 300.000 euro om en nabij hebben binnengekregen. Ja. En wat doen jullie daarmee? Kijk, de florijnen creëert op twee manieren geld. Enerzijds door rentevrij krediet, dat is gewoon boekhoudkundig geld. En anderzijds door florijnen te verkopen voor euro, voor 95 cent. En op het moment dat wij een florijn voor 95 cent op ons wisselkantoor verkopen, dan krijgen wij daar dus 95 cent voor binnen. Ja. En dat gaat in wat wij noemen het stabilisatiefonds. En het stabilisatiefonds zetten wij alleen maar in om florijn terug te wisselen. Maar is dat een spaarpot? Is dat een bankrekening? Ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, deels staat het op een bank en deels ligt het in private kluizen. Je hebt aanbieders die dat netjes voor je beheren. Ja. Dan kun je waardevolle spullen helemaal beveiligd en noem het allemaal maar op, verzekerd en opslaan. Ja. Want we hebben niet zulke goede gevoelens over de stabiliteit van de bank voor de komende jaren. Ja. Dus we zouden het een beetje jammer vinden om dan uit te moeten dat leggen. Dat heb ik gemerkt, Anthony. Ja. Ja. Om dan uit te moeten leggen van ja, we zaten jullie te waarschuwen voor de banken, maar nu hadden wij net al onze dekkingsgeld voor de florijn erop staan. Dat is geen goed verhaal. En dan heb je inderdaad alleen nog maar de papierwaarde. Dus we hebben dat netjes opgeslagen en daar gaan we dit jaar ook over rapporteren. In Q1 gaan we voor de eerste keer een jaarverslag van onze stichting, want het gaat nu voor de eerste keer echt geld in om. Dus er moet echt ook over gerapporteerd worden. En tegelijkertijd, want mensen vragen zich daar wel eens om van ja, maar ja, dan hebben jullie dus dat geld, gaan jullie ermee vandoor en dergelijke. Hè? Maar er is dus een heel groot verschil tussen florijn en zoiets als bijvoorbeeld crypto en allerlei andere beleggingsvehikels. Wij zijn geen beleggingsvehikel. Bij de florijn is het een betaalmiddel. Dus je koopt dat florijntjes als je ze uit gaat geven. Het is niet zo dat jij je hele hebben en houden in de florijn brengt. Het gemiddelde saldo op een florijnrekening is 80 florijn. Oké. Terwijl er is één keer iemand geweest die kocht in één keer 25.000 florijn. Ja. Zo. Ik schrok er heel erg van. Jij vond het eigenlijk wel leuk. Volgens mij ik vond het een mooi teken van vertrouwen. Die ziet het wel zitten dus, weet je wel. Maar dat hebben we dus wel teruggestort. Ja, oké. Storten we gewoon terug. Want wij hebben er niks aan, want wij zetten het over. Bij ons komt het in de kluizen te liggen. En wij willen niet dat mensen grote tegoeden aanhouden in florijn. Wij sturen op lage tegoeden. Krijg je dan ook weer, kunnen dan weer rare mechanismen in de markt optreden als iemand heel veel heeft? Op zich, nou ja, kijk, wel, kijk, Bitcoin bijvoorbeeld is al jaren gecornerd. Dus er zijn een heel klein clubje mensen hebben een beslissend aandeel in de Bitcoin voorraad en manipuleren de koers daarmee. Dat is gewoon pure opzichtige fraude, dus afschuwelijk om te zien.
Ja, verschrikkelijk is dat. En kijk, dat is dus een van de redenen waarom je een centraal gezag moet hebben in je geldsysteem. Want dat zouden wij never, nooit toestaan. Als wij gaan zien dat er bepaalde accounts Florijn aan het opsparen zijn om marktmacht te verkrijgen in de Florijn, ja. dan begrenzen wij dat gewoon. Dan zeggen wij van, je moet nu liquideren. Ja. Want dat willen we absoluut. En bij hoeveel ligt dat punt? Dat is geen wet van mede en persen, maar als wij daar een slecht gevoel bij beginnen te krijgen, ja. dan zeggen we dat gewoon tegen ja. die deelnemer. Want wij vinden de rechten van de andere deelnemers zeer veel belangrijker dan die van speculanten. Ja, speculanten. Ja, want om nog even terug te komen op die verhouding tussen euro en euro overnemen en zo. Ja. Wij gaan echt niet de euro vervangen. Nee. Hoeveel 100 miljoen gebruikers zijn daarvan? Ja. 300 miljoen? 400? 400 miljoen. 400 ja. miljoen. Wij hebben... Het 4000 rekeninghouders. Het leuke van deze Florijn is dus wel, er komt geen lucht in de economie. Nee. Bij, zoals de crypto's dat wel, hè, er wordt echt bijgepompt. Dat is dit dus niet. Het is dus echt één op één. Geen koersschommelingen, geen rente. Er wordt niks afgesnabbeld, er blijft niks aan de strijkstok hangen. Je hebt gewoon een goedkoop, ultra-effectief ruilmiddel. En kijk, de effectiviteit ervan neemt wel toe met de groei van het netwerk natuurlijk. Hè? Als laten we zeggen, twee deelnemers zijn, dan heb je er niet zoveel aan. Maar als je de 20.000 deelnemers hebt, dan kijk bijvoorbeeld in Amsterdam hebben wij iets van 90 winkels en bedrijven nu. Dus het begint echt al wat te worden. En daar kun je dus overnachten. Je kunt bij verschillende biowinkeltjes je eten kopen. Je kunt hoge kwaliteit koffie krijgen. Je hebt een notenbar. Je hebt kappers. Je kunt je garage en je auto laten repareren. Je hebt een fietsenmaker. Maar dan gaat de auto repareren, gaat dat niet om 80 euro? Nee. Het is al best wel, dat zijn grotere bedragen. Ja, ja. Oh, maar er zijn ook echt al wel grotere transacties die, in de Florijn-economie, hoor. Dus, en die fietsenmaker die gaat jou echt geen elektrische fiets van 3000 euro verkopen en alleen Florijn accepteren. Okay. Misschien een deel, dan kan je natuurlijk een gedeelte doen. Ja. Dat doen sommige ondernemers zelfs. Dat ze zeggen, betaal me maar 1/3 in Florijn. Ja, dat vind ik ook een belangrijk aspect. Hè? Dat je van bewust bent dat je... ondernemers niet moet duwen in de richting van zoveel mogelijk in de Florijn te doen, dat je realiseert van ze hebben hun euro-inkomsten nodig, omdat ze ook hun euro-uitgaven hebben. Precies. En dat je zelfs bij de deelnemers aan de Florijn dat moet vertellen. Hè? Dus van denk eraan, van als deze deelnemer niet voldoende euro-inkomsten heeft, kan die gewoon, moet die op een gegeven moment afhaken. Ja. Tegelijkertijd dus heb je wat eurootjes over bij de bakker. Hè? Besteed het dan in euro's. Ja. Nou, tegelijkertijd is het wel zo dat hoe meer er met Florijn betaald wordt, hoe meer echte waarde er bij ons blijft. Het dus is gewoon een voor mij is het een balans. Hè? Ja. Op een gegeven moment gaat er steeds meer, als het goed is, mogelijk worden met die Florijn. Ja. En gaan mensen uit die euro. Hè? Maar dat heeft te maken met het aantal deelnemers, met wat de leveranciers kunnen weer kunnen doen met hun inkoop. Hè? Als ze hun inkoop ook weer in florijnen kunnen betalen, kunnen ze meer in florijn doen. Hè? Dus het moet groeien. Ja. En je moet het niet forceren, wat voor manier dan ook. Nee, Florijn is volledig vrijwillig natuurlijk. Ja, nee. Niemand zet een pistool op je kop, zoals bij de euro, van accepteer dit. Ja. Ja, maar het is geen wettig betaalmiddel, dus het is al dan niet aan de ondernemer om het te accepteren. Ja. Maar het is ook niet zo dat je hele omzet opeens in Florijn gaat. Je begint gewoon een paar tientjes binnen te krijgen. En dan kun je vanzelf een beetje leren voelen hoe dat werkt, hoe dat in de administratie gaat en hoe je ervan afkomt. Hier en daar is er dus al iemand die een gedeelte salaris accepteert. Ja, toch? In Florijn. Ja, nou, dat was mijn volgende vraag. Hè. Welke werkgever betaalt het salaris al in Florijn? Kijk, dat is de basale stroom in de economie namelijk. Ja. Hè? Tussen werkgever en werknemer, tussen producent en consument. Dus daar zetten wij echt op in. Deeltje Florijn, deel euro's, deeltje Florijn. Ja, precies. Ja. Nou, ja. Leuk, dat is natuurlijk wel, dat is wel belangrijk. En als de Belastingdienst dat dan ook nog gaat accepteren, dan kun je uiteindelijk echt gaan rondpompen. Ja. Maar als ze dat... willen. Ja, en als we voor die tijd een hoekje in de zandbak kunnen maken waarin we elkaar niet de hersens inslaan om te overleven, graag. En dan kijken ze in de andere kant van de zandbak vrij, dat gaat best leuk daar, dan komen ze ook meedoen. Weet je. Intussen gooi je wat zand in de motor van het beest. En we hebben echt al behoorlijk wat bedrijven, die zetten duizenden om, enkele al tienduizenden. Netjes. Ja, dus weet je, en dan zitten we in deze fase. Hè? We zitten echt nog aan het begin van de echte groei. Dus het gaat echt al om een beetje geld. Maar je kunt er dus heel rustig in stromen als ondernemer. Er gebeurt niks geks. Bij de Belastingdienst werkt het ook heel eenvoudig. Je moet je florijntransacties, 1 florijn is 1 euro. Hè? Dus je kunt al je transacties loggen in je euroboekhouding. En dan betaal je over het totaal van je florijn plus euro inkomsten betaal je belasting in euro.
Belastingdienst heeft daar ook geen vragen over, want dit zijn hun regels. Dus er zijn allerlei alternatieve munten. Dat is voor de Belastingdienst routine. Dus je hoeft er nergens bang voor te zijn in die zin. En gewoon doen. En we hebben er allemaal heel veel belang bij. Want het is heel simpel zo. Bankieren is goed voor de rijkste 10% van de mensen. En eigenlijk alleen maar voor de 1% en hoger. Je moet je zo zien dat al die 100 miljard euro rente die wij betalen per jaar. Dat komt terecht bij de rijkste 10%. Wordt betaald door de onderste 90%. Yeah. En de helft van die rente komt terecht bij de rijkste 0,01%. Ja. Dat is hoe de realiteit is. En dat is dus waar alle machtsconcentratie en vermogensconcentratie in de wereld vandaan komt. En dat is ook met andere kapitaalkosten zo. De allerrijkste ter wereld, die trekken het binnen. Niet de gemiddelde Nederlander, die betaalt eraan. Dus de overgrote meerderheid van de bevolking, plus het MKB, heeft heel sterk behoefte aan exact dit type geld. En heeft zwaar te lijden onder euro. En de komende jaren, als we die deflatie ingaan. Het is nu al aan het beginnen met inflatie, maar straks gaan we naar deflatie. Dan zullen mensen echt gaan merken welke prijzen ze voor bankgeld betalen. Ja. En dan is dit dus beschikbaar om in ieder geval nog enigszins een beetje vol te kunnen halen. Nou, we betalen nu als Nederland alleen al 100 miljard rente per jaar aan de bank. Ja, we hebben dus in ieder geval de productieve sector in de economie, de werkende mensen en ook de mensen die uitgeschakeld zijn. Hè, dus die in een uitkeringssituatie zitten, die hebben het natuurlijk helemaal slecht. En de MKB'ers, dat zijn degenen die te winnen hebben met dit type geld. Als je heel veel geld hebt, als je 500.000 of meer waard bent, dan begin je langzaam zeker wat over te houden aan de euro. 500.000 al? Ja, nou, al. Er zijn niet zo heel veel Nederlanders die dat hebben, hoor. Is dat tegenwoordig al niet echt meer? De meeste Nederlanders zijn uiteraard, maar ja. Maar dat is de bovenste paar procent, ja, die heeft daar nul van. De huizen zijn al zoveel waard, toch? Ja, maar iedereen heeft een hypotheek, hè? Geen eigen huis. Okay. Nee, maar vrij vermogen heb je het nu over, hè? Oh, vrij vermogen. Vrij belegbaar vermogen. Wie heeft er in vredesnaam gewoon 500.000 op de bank? Dat is toch bijna niemand? Dus dat type geld praat je over. Ja. En dan moet je je dus voorstellen, dat is de onderkant van de rijken. En dan moet je je dus voorstellen dat iemand die een miljard heeft, als je een miljard hebt, dan heb je gewoon, want kijk, in het kapitalisme heb je gewoon 5% rendement per jaar. Dat is het langjarige gemiddelde. Dan heb je gewoon een inkomen van 50 miljoen zonder dat je ook maar iets presteert. En dat wordt betaald door de werkende mensen en de ondernemers. Ja. En dat is het gierende onrecht van kapitalisme en rente met name. En je wordt geholpen door de Belastingdienst. Ja, want inkomen op kapitaal, dat is allemaal is laag belast. Inkomen op arbeid is hoog belast. Het is echt weerzinwekkend. Het is ook totaal uit de hand gelopen. Zou jij wel kapitaal belasten? Inkomen, kijk, en dit is een hele grote clue wat ik nu ga zeggen. Rechts die vindt het kapitaal fantastisch. Dus die vindt, we moeten allemaal zoveel mogelijk renteinkomsten hebben. Wat dus allemaal betaald wordt door de onderste 90%. Dat is rechts. Dat is dus waanzinnig. Links wil dat oplossen door hoge belastingen op kapitaal te hebben. En dit lost het op door de inkomen van kapitaal op te heffen. Juist. Snap je? Want kijk, als je dus laten zeggen links, die wil dus dat er belasting komt op het kapitaal. Ja. En dat concentreert dus macht en vermogen in de staat. Ja, precies. En dit stopt het inkomen van kapitaal, want er is geen woeker meer namelijk. En wij bieden een rentevrije hypotheek, zodat je geen huisbasis meer hebt als er voldoende in omgaat. Hè? Dus wij stoppen dat parasitaire inkomen van het kapitaal. Rechts, en dat is wat er echt nodig is. Rechts is voor big money, links is voor big government. Ja, en die precies. Twee, dat is die voortdurende tang waar we in zitten. Juist. En jullie zijn voor de burgers, klein bedrijf. Ja, dat de toegevoegde waarde van de productie aan de basis van de economie blijft. Want dat is wat er gebeurt. De productie wordt herverdeeld naar het kapitaal. Ja, dus eigenlijk het enige wat hier afgeroomd van wordt, van de Florijn en de omzet van de Florijn, dat is de BTW. Je moet er belasting over betalen en wij gaan uiteindelijk ook wat kosten rekenen. Maar die zijn een fractie van de kosten van rente. Ja, en maximaal een tientje per maand voor een bedrijf. En dat ga je echt pas betalen als je echt significante omzet hebt. 10.000 of meer omzet hebt. Okay. Ja. Dus, en om nog even op die rente terug te komen. In een rentevrije economie scheelt dat de Nederlander, het Nederland scheelt dat aan 100 miljard per jaar wat we aan de bank betalen. Want die 5 miljard van Hugo de Jonge, dat is erg. Ja.
Maar we betalen dus per jaar 100 miljard rente. Aan rente, aan banken. Alleen dat rente, dat gaat nergens over. Dat is dus de winst die banken in Nederland maken. Dat is de bruto omzet van de renteinkomsten van banken in Nederland. 100 miljard. En er staat alleen al 900 miljard aan hypotheken open. BBP in Nederland is iets van 700 of 800. Ja. Wat is dat? 800 miljard, ja. En dat zijn alleen maar de directe kosten van rente. Want je hebt dus de kosten van de aandeelhoudersinkomen. Dat is een afgeleide van rente. Je hebt de huisjesmelkerij, dat is een afgeleide van rente. Want nogmaals, als iedereen met Florijn zou betalen, zou iedereen een rentevrije hypotheek krijgen. Ook mensen die nu huren. Dus zijn er geen huisbazen meer. Dus dat zijn allemaal de indirecte kosten van rente en bankiersgeld. En de directe kosten zijn 100 miljard rente. Doe er nog maar zo 100 miljard bovenop van wat ik net zei, die investeringskosten. Dan zie je dus ook hoe weinig er bij de basis blijft. Hoe extreem de vermogensongelijkheid is. Hoe extreem de privileges van kapitaal zijn. Dat is wel beschouwd verschrikkelijk. En er is heel weinig bewustzijn over. En dat moet meer komen. En dat is het werk van ons monetaire hervormers om daar wij creëren dus ook echt oplossingen voor. We klagen er niet alleen over, we creëren ook echt oplossingen ervoor. Ik zie de Florijn ook als een tussenoplossing hoor. Ik zie echt de overgang naar een economie waarin geld niet meer het uitgangspunt is. Is het voor mij het doel. He, maar zolang mensen gewoon in hun denken nog niet los kunnen komen van de koppeling aan geld, vind ik de Florijn een fantastische oplossing. Ja, ja, ik denk wel dat we dat nodig hebben nog als overgangsmiddel, toch? Maar die nieuwe of juist oude economie van jou, hoe zit die in elkaar? Waar we naartoe zouden moeten gaan? Die nieuwe economie, die nieuwe economie is voor mij een economie waarin waardecreatie het uitgangspunt is. Eigenlijk wat Anthony al aangeeft, want je krijgt op een gegeven moment van in plaats van geld krijg je dan dat je in de plus of in de min gaat in de community. Ik stel me dan voor dat er een community is van leveranciers van goederen en van diensten en van gebruikers daarvan. Iedereen kan daaraan meedoen, want iedereen kan waarde creëren. Nou, als je dan die waarde gaat uitwisselen, dan heb je inderdaad geld als uitgesteld ruilmiddel. Hè? Dus dat als de ruil niet direct is, kun je die later dan tot stand brengen door middel van de Florijn bijvoorbeeld. Maar in de tussentijd sta je dus in feite in het krijt bij de community. He, dus als je een krediet zou krijgen bij de van de Florijn, dan krijg je hem niet van de Florijn, maar dan is die in feite aan de community, aan de Florijn-community. Precies. In werkelijkheid is het nu natuurlijk nu ook al zo. Ja. En met het bankkrediet, van als het misgaat, dan betalen wij de rekening. Ja. In feite gewoon op kosten van de belastingbetaler. Precies. Ja. Dus banken geven hun geld al uit eigenlijk ten koste van de belastingbetaler. Ja, duidelijk. Ja. Ze hebben dat geüsurpeerd. Zij beheren eigenlijk het krediet van de gemeenschap, maar zij doen alsof dat hun privé-eigendom is. Ja, ja. En dat is een usurpatie. En dat komt omdat we gewoon nooit hebben opzet te letten, omdat we nooit hebben begrepen wat geld is. Het is eigenlijk toch iets, eigenlijk dat idee dat we toen van loonzakje naar salaris storten op de bankrekening gingen, begin jaren 90. Ja. Dat is nog niet zo lang geleden. Want als krantenjongen kreeg ik gewoon mijn loonzakje. Ja. Ja. En een paar jaar later kregen ze de loonzakjes, dat werd afgeschaft. Ja. Dat mooie rijstpapier. Het ging ook heel erg samen met de opkomst van de computers, want toen konden ze het voor de eerste keer echt managen, administratief de banken. Okay. Maar kijk, hoe ziet het eruit, zo'n rentevrije waardige economie waar we eigenlijk weer naartoe moeten? En waar we ook naartoe gaan hoor, want de wereldregering komt eraan, maar die zal weer vallen en dan zal de nieuwe wereld komen, zeg maar. Maar kijk, in 1500 werkte een man, want tussen 500 en 1500 hebben we 1000 jaar rentevrije christelijke economie gehad. Ja. En aan het einde van de 15e eeuw... Jij bent wel een liefhebber van de middeleeuwen, in zekere opzicht.
Ja, kijk, dat wordt dus als een dark age weggezet. Ja, nee, ik dus ook. Hè. Ja, maar dat is dus echt een totale... Dat is omdat de bankiers, die hebben de geschiedenis gewonnen. En dus schrijven ze ook de geschiedenis. Ja. Dan krijg je zwarte mythes in de 19e eeuw... die dat de middeleeuwen dark ages gaan noemen. Ja, en waarom? Omdat de geldwisselaars, die konden 1000 jaar niet tegen rente uitlenen. Dus voor hun was het een dark age. Hmm. En de renaissance is de wedergeboorte van rente van de geldwisselaars. Ja, die kwam uit Italië. Juist, Medici. Ja. En al die schilderijen van het... Die Botticelli en dergelijke maakte, werd allemaal gefinancierd door Medici en dergelijke. Dus de renaissance is de wedergeboorte van de geldwisselaars. Dus een puur Orwellianisme. De geldadel. Ja, maar eventjes om het verhaal wat ik wilde stellen is, namelijk in 1500 werkte een man in Engeland, een gewone dagloner, 15 weken per jaar om zijn gezin te voeden. Zeg ik ook altijd. Ja, de werkweek in de middeleeuwen, 35 uur voor een boer. Ja. De rest was de vrije dagen, feestdagen, om de havenklap een heilige dag. Mocht je niet 200 werken, holidays stonden er op de katholieke kalender. 200. Wat een tijd, joh. En kijk, nu zitten we dus in de situatie dat een man en een vrouw moeten samenwerken om een dak boven hun hoofd te hebben. Zij moeten hun kinderen uitbesteden aan een staatsinstelling om voor ze te zorgen. Voor ze te zorgen en ze op te voeden. En onze oudjes doen we weg in staatsinstellingen. En dan gaan we onderhandelen met de staat of ze 1 of 2 poepluiers per dag krijgen. En dat is dus een bittere armoede. Dat we niet eens meer voor onze eigen kinderen en ouders kunnen zorgen. En dan gaan we ook nog lopen kankeren op de staat. In plaats van onszelf flink kwalijk te nemen dat we ons natuurlijk hier iets hebben laten aanleunen wat werkelijk zijn weergaan niet kent. En dat is hoe het hier totaal uit de hand is gelopen. En waar we naar terug gaan, is dat we dus inderdaad dat een man ook weer gewoon voor zichzelf werkt. Want loonslavernij, dat is ook een functie van kapitalisme. Tot 1500 werkte een man voor zichzelf, als boer, als vakman. Als hij een dagloner was, dan werkte hij dicht bij zijn eigen huis. Dan hoefde hij niet... Het pachten. Dat zijn de contractuele... Er was een Utrechtse hoogleraar die daar heel veel over heeft... gepubliceerd, een mooi boek, De Onzichtbare Hand. Een ontzettend leuk boek, die heeft dus dat hele contractdenken uit de middeleeuwen, dat je echt uit vrijheid contracten kon sluiten voor arbeid of wat dan ook. Tijdelijk hield ook weer op. En je zag ook een enorme rondgang van boerenfamilies die dan een tijd lang het ene bedrijf huurden, pachten, en dan weer doortrokken, alles op de kar laden en dan weer doortrekken. En naar een volgende betrekking. Die loonslavernij van nu, waar je eigenlijk niet onderuit kan. Tegelijkertijd zie je natuurlijk gewoon enorme ontwikkeling op de arbeidsmarkt, waarin mensen om de havenklap ontslagen kunnen worden, ongeacht hypotheek of wat dan ook. Flexibilisering. En dat mensen ofwel in een ZZP-betrekking worden situatie worden gedrongen. Hoe verschilt dat dan van de middeleeuwen? Nou, kijk, in principe, kijk, die freelancerij, dat is allemaal leuk en aardig zolang het een beetje draait. Hè? En dan zodra dan de economie instort, zoals in 2008, dat was een schitterend voorbeeld, zaten er in één klap 1 of 2 miljoen ZZP'ers thuis. Ja. Terwijl de Nederlandse werkloosheidscijfertjes, die bleven gewoon 6% tonen, weet je wel. Dus Rutte daar is van, dat hebben we nog wel heel leuk voor elkaar, weet je wel, Balken en zo. Hè? Want, maar goed, die mensen die zaten dus allemaal thuis zonder iets en die werden daarna voor de helft van het geld weer ingehuurd. En dat is wat er toen gebeurd is. En dat gaat nu weer komen, alleen worden ze niet voor de helft van het geld ingehuurd. Dus, want het gaat nog maar heel weinig terug ingehuurd worden. Want kijk, toen is het gered met bail-outs en 0% rente. Nu zijn er geen bail-outs en 0% rente meer. Okay. Dus we gaan nu echt, die schuldenbubbel gaat nu echt instorten. En maar dat wordt dus allemaal financieel monetair gedreven. En we zitten nu dus in een heel gruwelijk eindspel van een totaal uit de hand gelopen systeem. En we hebben ook met z'n allen, we moeten daar alle verantwoordelijkheid voor nemen. Kijk, die banken zijn heel gemeen, maar wij hebben ook vreselijk zitten slapen met z'n allen. En het wordt nu toch echt hoog tijd dat mensen een klein beetje werk gaan maken van financiële alternatieven. En ook echt ook diep bij zichzelf te raden gaan van welke sprookjes geloof ik zelf eigenlijk allemaal nog. En dus ook zo'n crypto verhaal dat mensen echt denken van, oh, ik kan wel even nu een bitcointje kopen voor 5 en dan wordt die straks 1 miljoen waard. En dat is allemaal heel plausibel en dat gaat echt ergens over.
Ja, schuif je die winsten schuif je natuurlijk lekker naar binnen. Dat is gebeurd. Maar die verliezen schuif je door naar de volgende kopers. Heel veel mensen die hebben heel veel verloren, hoor. Dus de huizenmarkt is natuurlijk een iets minder een casino geweest, maar heeft ook zulke verliezers gekend. Ja, joh. En nu weer. Ja, nu weer. Mensen die de laatste 2 jaar gekocht hebben. Nou, ik wens ze heel veel succes te komen. Zit je met een hypotheek van 8 ton of zo? Waar moet je het vandaan halen? Ja, vreselijk. Je komt gewoon nog veel zwaarder onder water te staan dan na 2008. Ja. Dus ik heb in 2014 een boekje geschreven. Hanneke de Vries leent geld bij de bank met printjes erbij. Ik dacht van, nou, dat vindt die jeugd wel leuk om dat te lezen. Maar, of? Het is wat van verkocht, maar het is geen groot succes geworden. Gewoon omdat, ja, je moet een marketingapparaat achter je hebben om dit soort thema's duidelijk naar voren te kunnen brengen. Het herkent. Ik ging bijvoorbeeld naar een boekwinkel in de buurt met een paar van die boekjes. Ik zeg van, willen jullie dit neerleggen? Nee, prentenboekjes doen we niet. Prentenboekjes. Ja. Ja, leuke boeken uitgegeven met cartoons en alles erin. Leuk geïllustreerd. Ja. Ook je volwassen boeken zijn ook allemaal goed verzorgd. Ja. Ja. Maar stel je voor dat je voor een huis van 3 ton daadwerkelijk 3 ton betaalt. Ja. In plaats van 5. Omdat de koers nou eenmaal... Nou, omdat je die rente erover betaalt in een looptijd van 30 jaar. Het is meer geweest. Het is nog veel meer geweest. Meer dan het dubbele. Ja, zeker nu is het meer dan het dubbele. Ja. Wij hebben nog een hypotheek gekregen voor precies het dubbele. Maar over de looptijd van 30 jaar betaal je dan... Het is weer zo'n wekkend. Je koopt dus een huis van 2 ton en uiteindelijk betaal je 4 ton dus het huis plus nog een keer 2 ton rente. Ja, nu is het... Je koopt nu iets van 3 ton en je betaalt op zijn minst 7 ton. Afhankelijk van de constructie. Ja, dat betekent dus dat je in een rentevrije economie had je dus voor 4 ton in die tijd boodschappen kunnen doen. Krankzinnig. Ja, dat geldt, joh. En dat gaat dus allemaal naar de rijken toe, naar de ultra-rijken. En want kijk, wij zijn in Nederland geprogrammeerd om te denken dat iemand die 100.000 euro per jaar verdient is rijk. En dus als je de SP hoort praten over hoge inkomens, dan bedoelen ze dat. Iemand die een wat hoger salaris heeft. Maar het gaat dus om degene die hoge vermogens hebben, grote vermogens hebben. En dan dus ook niet over dat je je eigen huisje hebt, hè, want dat is dus ook volgens de socialisten, dan zijn dat de rijken. De rijken, dat zijn degenen die honderden miljoenen, miljarden en nog veel meer hebben. Ja. En die inkomens, want je moet het echt heel simpel zo zien. Als jij 5% rendement hebt, altijd op je vermogen. Als jij 1 miljoen hebt, heb je een inkomen van 50.000. Als jij 1 miljard hebt, heb je al een inkomen van 50 miljoen. Als jij 1 biljoen hebt, en je hebt gewoon mensen die 1 biljoen hebben, heb je dus al een inkomen van 50 miljard per jaar. Wie heeft er 1 biljoen? Ja, de oude adellijke families. Hè? Dus, de Rothschilds, Rockefellers. Die types. Ja, okay. Die hebben dat soort vermogens. En die hebben een kartel. Maar dat is allemaal buiten de boeken, want officieel hebben de Oranjes, die hebben officieel maar. Maar die hoeven niet te rapporteren. Ja, dat is inderdaad ook een van de grote camouflages. Hè? Van, je weet niet wat de werkelijke waarde is van hun vermogen. Nee. Wordt weggestopt. Ja. En die houden dat allemaal uit de limelight. En in het centrum van de wereldeconomie heb je een kartel van die families. En die zijn allemaal biljonair. En die hebben daar tientallen biljoenen aan vermogen liggen. En dat moet ieder jaar met 5% groeien. Dat moet? Waarom? Nou, omdat het namelijk vermogen, en dat wordt geïnvesteerd in de economie, dat wordt tegen rente uitgeleend, dat zijn de eigenaren van de banken. En die trekken dus 5% per jaar rendement binnen op dat vermogen. Ja, ja. En dat concentreert dus alle macht en vermogen in de wereld. Want van wie is een bank? Van wie is de ING? Zitten daar aandeelhouders achter? Dus is ik heb daar nooit studie van gemaakt, maar dat is gewoon een aandeelhouders NV. In alle grote banken zit BlackRock. Oké. Okay. En BlackRock zit er dan in voor 5-7%. Ja. Maar dat is wel een percentage waardoor ze een belangrijke stem hebben. Ja, en dat vloeit ook allemaal weer terug natuurlijk, of dat vloeit weg uit de economie. Ja. In 2011 is er een studie gepubliceerd door een aantal Zwitserse onderzoekers. Dat is een Scientific American gepubliceerd. En die hadden een grote datamined waarin allerlei eigendomsverhoudingen waren geregistreerd. Want het gaat allemaal met, je weet al hoe dat gaat, hè? Dus dan hebben ze stroommannetjes, stichtingen. Ja. Dus niemand weet wat van wie is. Maar door die CD-ROM te dataminen konden ze daar dus achter komen. En het bleek dus, en dit is gewoon dus geen samenzweringstheorie, dit is gewoon gebleken, dat alle grootbanken elkaar bezetten. Ja. Ja. Chinees, Japans, Europees. Ja.
Amerikaans. Alle grote banken bezitten elkaar. Dus het is een wereldwijd kartel. En ook, weet je wel, de centrale banken, die zijn een functie van de commerciële banken en niet van de staat. Dat is ook een heel, heel breed levend misverstand. Maar het is niet de staat die centrale banken heeft opgericht. Dat zijn de commerciële banken die centrale banken hebben opgericht. Overheden mogen ze toch niet... De Nederlandse staat mag zich toch maar tot op zekere hoogte bemoeien met de Nederlandse bank. Kijk, na de Tweede Wereldoorlog is de Nederlandse bank genationaliseerd. Oh, en dat kwam omdat het toen... Na de grote depressie en na de oorlog was er daarvoor al een hele grote maatschappelijke discussie over centrale banken geweest. Ja. Maar bijvoorbeeld de Federal Reserve Bank... Is nog buiten de handen van de staat. Is gewoon privaat eigendom van de grootste banken op Wall Street. Dus de Nederlandse bank was dat vroeger ook? Ja, was een private bank. Ja. Zelfs privébezit van de Oranjes. Nee, echt? Opgericht door... Willem de Eerste. Willem de Eerste. Ja. Maar die nationalisatie... Dat zal toch ook wel weer een soort uitruil zijn geweest met de familie van... Ja, 100%. Kijk, want tot op de dag van vandaag weten we niet wie die commissaris... In 1948 is er dus een overdracht geweest aan de staat van de aandelen. Ja. En wat de afspraken zijn en wat de side-letters zijn. Dat is boven tafel, maar onder tafel moet er natuurlijk een omgekeerde transactie plaatsvinden. Ja, dat is altijd weer zo. Ja. Ja. En dat is met de Bank of England idem dito. Ja. Maar de Deutsche Bundesbank bijvoorbeeld is nog deels publiek. Dus dat wil zeggen dat die aandelen worden verhandeld. En dat wil dus zeggen dat ze bij de usual suspects zitten. Ja, en de Bank de France ook. Ja, en de ECB ook. Het is grotendeels eigendom van de nazistaten. Maar voor een deel ook van private bankiers. Mm, nou, lekker. Zijn we echt in de aap gelogeerd. Ja. Het systeem gaat crashen. Ja, dat gaat gewoon crashen. Ja, en dan gaat de Florijn mee of... Komt hij daar mooi uit? Dat is onze beste marketing natuurlijk. De Florijn, het hangt af van hoe de mensen ermee omgaan. Ja, natuurlijk. En je kunt wel zeggen van de Florijn gaat niet mee. Maar als de mensen in paniek raken en denken dat de Florijn dus 0 euro meer waard is, dan heb je een probleem. Je hebt geen probleem als mensen het concept van de Florijn zo goed begrijpen dat ook al valt de euro weg, dat ze dan toch met die florijn doorgaan. Ja, en ik verwacht voorlopig ook niet dat de euro om zal vallen, hoor. Los daarvan, gesteld dat. Ja. He, dus, of je nou wel of niet verwacht. Ja. Maar het belangrijkste is dus dat mensen zo gaan vertrouwen in de florijn en waar die voor staat, dat het eigenlijk niet meer uitmaakt of de euro er nou wel Dat moeten ze ook gewoon merken. Ze moeten gewoon merken dat, ik heb geen euro's in huis, maar ik kan met dit briefje kunnen we wel 100.000 keer rond laten gaan. En dan kunnen we gewoon nog steeds met elkaar blijven ruilen. Ja, dat is natuurlijk het hele idee. Dat is een fantastische concept. En een van de grote krachten van de florijn is dat het altijd voordeliger is om met florijn te betalen dan de euro. Ja. Maar nog even doorgaand. Ja. Het systeem crasht, florijn blijft bestaan. Jullie stabilisatiefonds, wat gebeurt daar dan mee? Ja, dat ligt er bij ons in de kluis. Dus daar hoeven we bij de bank ook niet bang voor te zijn. Nee, met stabilisatiefonds bestaat dan uit euro's die dan, in theorie gecrasht zijn. Ja. Ja, maar daarom is het dus wel belangrijk om te beseffen dat de euro goud gedekt gaat worden. Dus, maar waarom zou je de florijn dan niet goud dekken of zilver? Omdat je daarmee, als we hem goud gedekt zouden maken, dan creëren we geldschaarste in de florijn. Dat is het laatste wat we willen. Kijk, wij gaan gewoon geld creëren. Of een deel, dat je zegt van de helft is voor kredietverstrekking, de andere helft gaan we in zilver of goud doen. Nee, kijk, de florijn is niet om te sparen. De florijn hoeft niet meer. Nee, maar wel om de florijn te behoeden voor om meegesleurd te worden in de val van de euro. Ik denk dat het realistisch is om ook als die vraag komt van de deelnemers om te zeggen van er kan zich een situatie voordoen dat je niet meer terugwisselen in de euro omdat de euro crasht. Nou kijk, voor iedere florijn die we hebben verkocht, hebben we een euro gekregen, dus die kunnen ze krijgen. Ja, maar goed, maar dus als die euro nul waard is, bij wijze van spreken, in theorie, dan kun je die florijn niet meer in euro's waar je iets mee kunt doen terugwisselen. Zo simpel is het dan. Kijk, wat er gebeurt tijdens deflaties is dus dat het geld juist heel veel waard wordt. Ja. En dat betekent dus, laten we zeggen, dat een brood kost een euro, maar jij moet daar dan een dag voor werken, bij wijze van spreken. Dat is wat er dan gaat gebeuren. Ja, het systeem, zie je dat helemaal overleven. Hè? Dus de inflatie waar we nu in zitten, de deflatie die eraan komt, die euro blijft gewoon bestaan. Wanneer houdt die op? Dat zegt Anthony, dus dat de euro blijft bestaan. En ik vraag me af. Ja, oké.
Kijk, want ik begrijp het natuurlijk wel, hè, dat mensen... Want kijk, die bankensituatie is natuurlijk levensgevaarlijk. En dat, maar het punt is van... Ik zei dat ook tijdens die eurocrisis al in 2008 van... was er ook heel speculatie, gaat de euro vallen? Ik zei van nee, want het hele politieke kapitaal van het bankierskartel is geïnvesteerd in de euro. Als zij de euro niet eens voor elkaar kunnen krijgen, hoe moeten ze dan een wereldmunt verkopen? Dat is wat iedereen zich af moet vragen. En de euro was van begin af aan gecreëerd om goud gedekt te worden. Dat gaat binnenkort ook gebeuren. De centrale banken in Europa hebben al het goud onderling verdeeld. Zodat iedereen ongeveer evenveel heeft gezien de economie, hè, verdeeld naar economie. En ze gaan binnenkort, als de grote klap komt, dan wordt gewoon gezegd vanaf nu is de euro goud gedekt. En dan kunnen ze nog even vooruit. En ze hoeven het alleen maar vol te houden tot de wereldmunt komt. En nog even over het meegesleurd worden in de val van... Kijk, het is natuurlijk ook het idee dat je lage tegoeden aanhoudt. Ja, sowieso. Hè? Ja. Dus als jij gewoon vier tientjes op je voorrijrekening... Weet ik niet, want als we deflatie hebben straks en je hebt weinig tegoeden... je kunt beter dan wat meer hebben. Kijk, nu is het inflatie, maar straks juist met die deflatie... je moet niet niks hebben. Maar dan ga je beleggen in florijn. Ja, nee, maar dat gaan we echt niet doen. Kijk, Catherine Austin Fitz, die roept het al jaren. Cash is king. Ja. Dat betekent natuurlijk cash betalen onderling, maar ook je moet wel zorgen dat je cash hebt en ook zorgen dat wanneer die deflatie er is, dat je alsnog genoeg cash hebt. Ja. Want dan ben je king. Dat is helemaal prima en daar hebben we ook een heel simpel motto voor. Betalen met florijn, sparen met zilver. Kijk. Ja, want dat is een beetje het punt. Er is op zich niks mis met sparen. Je hebt gewoon hard gewerkt je hele leven, je zet wat opzij en dat ga je dan langzaam opmaken. Alleen, wij vinden niet dat je dat met hetzelfde middel moet doen. Ja. Sparen en betalen. Dat zijn twee heel verschillende functies. Maar als we straks deflatie hebben, dan is je zilver weer minder waard. Nou ja, nee, zilver. Kijk, tijdens deflatie wordt geld dus meer waard. Hè? Ja. En zilver zal een monetaire functie hebben. Dus zilver zal meer en meer en meer waard worden samen met goud. Maar dan heb je het echt over zilveren munten. Hè? Hoe heet dat? Die Philharmoniker. Je hebt bijvoorbeeld. Maar kijk, Maple Leaf. Het gaat om het onderliggende metalen. Dus of het nou in munten of in baren is. Ja, maar het is een munt. Het is een betaalmiddel. Er zit ook geen BTW op. Ja, maar je moet dus nooit met zilver betalen. Want zilver is dus hyperdeflationair. Dus net als goud. En wat gebeurt er namelijk? We hebben dit spel hebben wij gespeeld. Hè? Van hoe dat dan rondgaat. Ja, ja. En dan gaat iemand het sparen. Ja. Dus dan houdt de omzet opeens op. Ja. Punt is dus... als je zilver in circulatie spendeert, de eerste, de beste die het zich kan permitteren om die te sparen, die haalt hem uit circulatie. Ja. Dat is het grote probleem van met zilver betalen. Okay. En ook met goud. Bad dus... money always drives out good money. Ja, 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 dat is dus Gresham's law. Hè? Waarom zeg je dan dat je toch zilver moet hebben? Om te sparen. Ja, okay. om iets waardevast te hebben. Als je in deflatie zit, is er geen cash. Dus dan kun je het niet meer omzetten in euro's. Jawel, er is altijd cash. Je hebt de florijn, je hebt de euro. Want kijk, het betaalmiddel gaat gewoon door. Maar je moet niet met het metaal zelf betalen. Nee, okay. Want dat is dus deflationair. En die goudstandaard die eraan komt, is dus ook hartstikke deflationair. Ja. En daarom hebben wij dus een middel wat... Want kijk, we willen geen inflatie, we willen geen deflatie. We willen stabiel geld wat mee kan groeien met de economische activiteit... Mm-hmm. Kan groeien en krimpen met de economische activiteit in het netwerk. Dat leidt tot stabiele prijzen. Okay. En dat is wat we willen hebben. Wij willen geen inflatie of deflatie. Die banken die creëren inflaties en deflaties. Nee, als je geld als zuiver ruilmiddel gebruikt, heb je ook geen inflatie of deflatie. Nee. Ja, je moet het volume wel goed managen. Hè. Het gaat niet automatisch, maar... Dat volume manage je alleen door inderdaad goed met dat soort dingen om te gaan als kredieten. Ja. En dat is in principe altijd inflationair. Maar dat is wel gelinkt aan de economische activiteit. Dat is dus heel precies, erg belangrijk. Maar, dus, maar dan krijg je dus weer een hele wetenschap. Hè, van economische activiteit is een abstract begrip. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Bij de florijn ziet dat eruit als wij geld creëren in de florijn. Dus florijn creëren door krediet. Dat is dus inflatie, hè? Want er is verruiming van de geldhoeveelheid. Dat is wat inflatie is. En als wij dat te veel doen, dan komt er een overaanbod op ons wisselkantoor. Dan wordt er te veel florijn aangeboden. En dan zijn er te weinig kopers voor die florijn. En dan gaat de koers van de florijn dalen. En dat is dus bij ons hoe zich dat uit. En dan kunnen wij in hele korte tijd, kunnen wij een heel groot deel... van alle uitstaande florijnen uit circulatie halen. Enerzijds door een stabilisatiefonds. Ja. Anderzijds door kredieten die wel afgelost worden... maar dat wij geen nieuwe kredieten uitdoen. Nee, maar dan is die koppeling aan de euro echt gewoon permanent. Ja.
Trouwens, ik wil wel iets heel belangrijks zeggen over de geldvoorraad die groter wordt. Want sinds wij een fotootje hebben gedeeld van die biljetjes, worden we overdonderd door ook negatieve reacties. Zeggen, lekker aan de geldkraan zitten en geld bijdrukken, dat is juist het probleem. Deze biljetten zijn niet bijgedrukt, Want ze zijn niet in omloop. Nee, je hebt de euro's voor uit roulatie genomen. Nog niet. Nee, maar ze liggen gewoon opgeslagen, netjes, in een kluis, bij wijze van spreken. En mensen kunnen ze dus ruilen voor hun digitale florijnen die ze al hebben. Dus de geldvoorraad blijft hetzelfde. Ja. Dat wou ik nog wel even gezegd hebben, want we zijn dus niet aan het bijdrukken. Mensen denken dat we nu 200.000 florijnen hebben en dat we die gewoon in circulatie spenderen. Dat is zeer zeker niet zo. Ze kunnen ze kopen voor florijnen of voor euro's. Ja, dat wou ik nog wel even gezegd hebben. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Ja. Prima. Wat vind jij het mooiste, Barry? Waar heb jij het meeste mee? Met welk biljet eigenlijk? Met welk biljet? Qua kleur doet deze wel heel erg aan het 50 gulden dingetje denken. Nou, ik vind vooral, wat ik heel goed gelukt vind, is de eenheid. De eenheid, ja. Ja. Het is gewoon echt een serie met een heel consistente vormgeving. Ja, ik vind die gieter heel erg leuk. Ik vind boodschappen, ik vind die heel erg leuk, het restaurant. Ik heb geen lievelings. Nee, oké. De achterkanten zijn ook leuk. Ja, ze zijn ook heel leuk. Ja. Mensen die al wel met florijn betalen, die zullen ook merken dat het leuker is dan betalen met euro's. Ja. Want je weet dat het binnen een bepaalde kring blijft circuleren en niet meer weggaat eigenlijk. Ja. En dus die uitstraling van die biljetten moest dat ook wel hebben. Dat het een vrolijke uitstraling had. Hè? Ja. Het gaat over normale, echte mensen, werkende mensen, dingen die je echt nodig hebt. Dus we zijn gewoon heel blij met de serie. Mooi retro design. Ja, inderdaad, echt een beetje retro. Ja. Ja. Want het is echt zo, hoor. Het is echt dat euroverhaal, dat hele kapitalisme, dat brengt zwaarte met zich mee. En dat voel je. Dat zit heel diep in ons weven verwezen. Wezen verweven. En dit is gewoon licht en vrolijk geld. Ja. Natuurlijk, weet je, je krijgt ook heel negatieve reacties. Als het lijkt op Monopoly geld. Nee, je kan het nooit iedereen naar de zin maken. Dus we zijn er heel blij mee. Ja. Heer, ik wens jullie heel veel succes met dit prachtige initiatief. Dat het mogen groeien. Dankjewel. Bloeien. Dus ik ben heel benieuwd hoe het zich ontwikkelt. Het is natuurlijk sowieso een hele spannende tijd waar we in leven. Natuurlijk. Ja, zeker. Echt een hele unieke tijd in de wereldgeschiedenis. Je zei het ook al. Bedankt Anthony, Barry en Ad. Ik hoop jullie wel weer eens terug te zien. Ja. Ontzettend leuk. Lekker afgetrapt in deze studio. Leuk dat jullie er waren. Hartstikke goed. Okay. Bedankt voor het kijken, mensen. Dit was ontzettend interessant. Ik heb veel opgestoken, veel geleerd. En de Blauwe Tijger gaat eens even kijken hoe wij daar een rekening mee kunnen openen. Zodat jullie met florijnen boeken kunnen kopen. Doe dat dan vooral als het mogelijk is. Dan maken we wel een meldingje van in de nieuwsbrief. U kunt zich voor die nieuwsbrief registreren. En dan krijgt u updates over nieuwe video's, nieuwe boeken en ander leuk nieuws zoals dit. Via onze website bluetooth.studio, dat is ons eigen videoplatform. Ga daar naartoe, dan ziet u een hamburgermenuutje linksboven. Klik daarop en dan kunt u naar de knop registreren. Krijgen wij uw e-mailadres en u krijgt onze informatie. En ook wel eens post, zo ongeveer één keer per jaar, op uw deurmat met allemaal leuke dingen die wij gedrukt beter bij u kunnen bezorgen dan digitaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.